Goedemorgen op deze donderdag 20 mei. En we gaan nog even door met de symfonie in wit. Westduinpark. Ik ga naar de duintop. Theo's duintop. Ik ben in een opperbest humeur. Gisteren is de wedstrijd volkomen... Ja, hoe zeg je dat? Verkracht. Door de scheidsrechter Kamphuis. Sparta's grote vriend. Ik kom later bij jullie terug. Het verschil tussen Feyenoord en Sparta. Haps laat zich vallen over het uitgestrekte been van Awassar. Tom Beugelsdijk laat zich niet vallen als Jurgensen aan zijn shirt trekt en hem via zijn shirt voorbij sprint. Maar goed, Kamphuis was al niet onze grote vriend. En het interesseert ons eigenlijk weinig. We hadden ons feestje al gevierd. Maar Kamphuis heeft Sparta wel ook al benaderd in de play-offs om promotiedegradatie tegen Emmen. En ja, ik snap eigenlijk niet dat ze zo iemand zo'n belangrijke wedstrijd laten fluiten. Maar goed, Dickie die liep er weer parmantig bij. En zette Sparta weer even weg als dat aardige, sympathieke, maar... onnozele clubje. Waar was ik gebleven, hè? Oh ja, symfonie in wit. Nou, ik ga nu naar de symfonie in zandkleur. Symfonie in zand. En ik zie jullie terug op weg. De steile klim naar de duintop. Ik ben hier al lang niet geweest. Weer eens wat anders. Dat gebeurt niet vaak. Ik struikelde en lag lang uit. Een heel gemene, ja, een stronk die maar net over het zand uitstak. Nou, dit is ook weer geen vals pad. De hijskraan van de Laan van Poot. Onze city. Nou, ik ben aan de voet van Theo's duintop. Dat is natuurlijk ook weer een bunker. Geen echte duintop. De vernielde duintop. Hij was veel hoger en op de top stond een bankje. En dit was Theo's laatste wandeling. En daarom heet het Theo's duintop. Oh, wat een mooie ochtend is het. Nou, je ziet hier ook. Oh, je ziet mijn schaduw. Jongens, waarom hijg ik zo? Wat doe ik verkeerd? Love yourself. Oh, even weggaan. Kijk, duin. En helemaal in de verte. Hoek van Holland, de waterweg. Ach. De duintop is nu wel helemaal afgekalfd, hoor. Het is zo'n miskleun geweest. In deze operatie aan het Westduin. Kijk, ze doen dat hek gewoon opzij. En ze rennen er alsnog vanaf. Nou, de bunker wordt steeds meer zichtbaar. Dan te bedenken dat die duintop dus helemaal bovenop die bunker lag. Het is mijn eerste ommetje, dus ik moet doorlopen. Tot zo!
En hier gaat het alweer heerlijk naar beneden. Naar strandslag 6. Hier zou je dan via het lage pad weer terug kunnen. Dat doe ik straks. Nou, de duintop. Even op het strand kijken. Zo lang niet de zee gezien. Kijk, dan wordt het mooi glad gestreken. Ik loop nou in de wielsporen. Hardlopers gaan er dwars doorheen. Hier, jump! Zo, even gelopen van strandslag 6 naar 5 en het valt me weer op als ik door het mullenzand loop hoe kortademig ik ben. Dat was ik nooit. Je zou bijna denken dat ik zonder het te weten corona heb gehad. Nou, dan ga ik binnendoor terug. De Jutterskate, het Juttersmuseum, metaaldetector huren. €5 per middag, speurtocht €2, enzovoort, enzovoort. Je kan het zo gek niet verzinnen. Strandmuseum. Ik ben eigenlijk al gewend aan die schutting, daar in de verte. En als je het van deze hoek bekijkt, begrijp ik hem ook wel. Het is om de natte pan te beschermen, die ligt daar. En ik heb ook een keer buiten de paden daar gestruind. Hier is schrikdraad, dus hier hoeft het niet. Ik heb net even op een bankje gezeten. Het is zo rustig. Ik ga even weer zitten en dan laat ik jullie de rust zien. Of hoe zeg je dat? Ik zit nu op het bankje en het is zo rustig, stil.
1 minuut stilte. Oh. En opeens kan je gemoedstoestand veranderen. Ik was foto's aan het uploaden op Facebook. En daar komt het verdrietige bericht voorbij. Dat de vader van mijn pleegzoon in Indonesië is overleden. Nou moet ik wel zeggen dat hij al een hoge leeftijd had bereikt. Maar toch, ik heb hem voor het laatst gezien in 2008. Ik kon het heel goed met hem vinden. En dan zaten we op het platje van het huis. Op Sumatra, in Tarutung Baru, koffie Tobruk te drinken. Het was een hele lieve man. Ja, rest in peace, lieve vader van Jackson. Schieten natuurlijk allerlei herinneringen door me heen. Ik heb ooit het rouwe meegemaakt in Tarutung Baru. Echt op de traditionele wijze van de Bataks. Dat zal nu ook gebeuren. Ik ben er in gedachten bij. De overledene wordt opgebaard in huis. En dan komt de hele buurt, de hele surrounding, een bezoek brengen. Er wordt verschrikkelijk gehuild als een soort klagers, klaagsters. Want zodra ze het huis dan weer uitgaan, houdt het huilen ook meteen op. En dan natuurlijk de begrafenis. En ook alles volgens de adat van de Batak. Symfonie in wit was alleen bij het begin en het eind. De wandeling zit erop. Ik eindig wel in een bepaalde verdrietige stemming vanwege het overlijden van de vader van Jackson. Tot morgen!